een nieuwe aflevering van de Rusland Academie. Mijn naam is Elmer van Leeuwen. Vandaag hebben we te gast voor een interview Charles van der Leeuw. Charles, met het onderwerp van dit interview is Centraal-Azië en de drie grootmachten. Charles van der Leeuw is journalist van beroepshalve. Heeft voor de Haagse Courant gewerkt, voor KNAK, ROM en andere diverse buitenlandse kranten. En woont op dit moment in Kyrgyzstan. De structuur van dit interview is dat is opgedeeld in drie onderdelen. Het eerste deel gaat over de introductie van de regio Centraal-Azië. Het tweede deel gaat over de geopolitieke situatie van de regio. En we sluiten af met de algemene beschouwingen over de regio. Dan zou ik graag willen beginnen met het eerste onderdeel, Centraal-Azië, een korte introductie. Mijn eerste vraag aan jou, Charles, is dat Centraal-Azië is een regio die totaal vijf landen omvat. Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan en Tajikistan. Veel nieuws uit en over deze landen bereikt Nederland niet. Wat is volgens u belangrijk om te weten over deze regio, om er een elementair begrip van te hebben? In de eerste plaats, het zijn vijf landen, maar het zijn ook vijf volken. Hoewel alle vijf de landen, Kirgizië, Kazachstan, Turkmenistan, Tajikistan en Oezbekistan, ze hebben alle vijf een uitgesproken etnische identiteit. De Kazachen en hun oorsprong is totaal verschillend. De Kazachen zijn in de 10e en 11e eeuw uit het Altaigebergte komen afzakken naar de vlakte waar ze nu wonen. Het is een Turks volk. De taal is een Turkse taal. Dan komen de Kirgizen. Die gaan veel verder terug in de tijd. Zo'n 3000 jaar geleden woonden de Kirgizen niet in Kyrgyzstan, of Kirgizië in goed Nederlands, maar in Centraal-Siberië, in de laglanden van de Yenisei-rivier. De Kirgizen zijn geen Turken, hoewel ze een Turkse taal spreken. Het is een volk dat heet af te stammen van de beroemde Andronovo, prehistorische bevolking. Dat zijn de ontdekkers van het brons. Het centrum van Siberië en het huidige Kazachstan is een van de weinige regio's waar je erts vindt dat zowel tin als koper bevat. Dat heb je nodig, samen met arsenicum, om brons te maken. Daar zijn de Andronovo de ontdekkers van. De Andronovo zijn geen Turken, maar die kwamen uit Noord-Duitsland en Zuid-Scandinavië. Ongeveer 10 eeuwen voordat de Russen er vandaan kwamen. Dan de Tajiken zijn ook Indo-Germanen, maar die komen uit Perzië en Medië. Die zijn naar het oosten gevlucht, op de vlucht voor de Parthen. Hun taal is geen Turkse taal, maar een Indo-Germaanse taal. Dan de Oezbeken, dat zijn wel Turken. Maar die zijn veel later gekomen dan de Kazachen. Die gaan terug tot in de 13e en 14e eeuw. Per slot komen de Turkmenen. Die zijn met Toghorbey in de 11e eeuw op zijn veroveringstocht naar Jeruzalem en Bagdad. Halverwege de Altai en Mesopotamië blijven steken in het huidige Turkmenistan. Je ziet, het zijn etnisch totaal verschillende volken. Wat ze gemeen hebben vandaag de dag is de islam. Geen integristische islam, maar een vrij wereldlijke versie en een ingewortelde Sovjetcultuur. Russisch is de intellectuele en zakenvoertaal. Nou heb je ongeveer een idee hoe die vijf samenhangen en toch onder elkaar verschillen. Ja, dat is een heel goede uiteenzetting. Kort, beknopt, maar mooi.
De tweede vraag die ik heb is, Ik afgezien hoor je van... niet. Oh, kunt u mij nu wel weer horen? Ja, maar luid op spreken. Oké. Afgezien van het belang om positieve kennis van de regio te hebben, is het wellicht het hebben van negatieve kennis minstens zo belangrijk. Wat zijn volgens u de belangrijkste misvattingen die over deze regio geschreven of gezegd worden? Nou, als de gemiddelde Westerling aan de voormalige Sovjet-Unie denken, dan denken ze aan oorlogstaal en dan denken ze aan Rusland en Oekraïne. De rest komt op een derde, vierde, vijfde plan. Ik heb hem niet zelf gezien, maar ik heb horen vermelden dat er dit jaar een VPRO-reportage over Kirgizië is geweest. En de conclusie van die reportage was dat de Kirgizen allemaal bang zijn dat na Oekraïne de Russen morgen het land binnenvallen. Dit is de grofste misvatting die je kunt bedenken. Het is totaal uit de lucht gegrepen. In het flatgebouw waar ik woon, in de binnenstad, daar wonen Russen, daar wonen Oekraïners, daar wonen Pakistanen, er wonen Afghanen, er wonen Kirgizen en er wonen Chinezen. Die gaan prima met elkaar om. Hun kinderen gaan met elkaar naar school. Mijn chauffeur is een Rus. Mijn klusjesman is een Oekraïner. Er is, afgezien van het strijdgewoel in Oost-Oekraïne, is er absoluut geen sprake hier, nog in Kazachstan, nog in Oezbekistan, nog in enige andere voormalige Zuidelijke Sovjet-Republiek, enig probleem tussen Oezbeken en Russen. Je moet ook niet vergeten dat er meer etnische Oekraïners in Rusland wonen dan in Oekraïne op het moment. Er zijn ongeveer 4 miljoen Oekraïnse staatsburgers sinds 1914 naar Rusland gevlucht. Sommige daarvan die gaan weer terug in de gebieden die zich los hebben gemaakt van Oekraïne. Maar degene die op een andere plek in Oekraïne hebben gewoond, die prakticeren er niet over om terug te gaan. En die voelen zich prima op hun gemak. Mijn collega vertelde me deze week dat bij de advocatenkantoren de Russen in de rij staan om een Kirgizische nationaliteit aan te vragen. Dat zijn meest zakenmensen die door die zogenaamde sancties zijn getroffen en die dus geen zaken, die als Rus zijnde geen zaken met het Westen kunnen doen. Als ze de Kirgizische nationaliteit hebben, dan kunnen ze het wel doen. Ja, dat is opmerkelijk om te horen. Ja. Ik hoop dat ik een paar misvattingen heb rechtgetrokken nu. Dank u wel. Mijn volgende vraag gaat over het ontstaan van deze vijf Centraal-Aziatische landen. Zoals we deze in de huidige vorm kennen, is dat een product geweest van een onafhankelijkheidsstrijd van deze verschillende volken onafhankelijk van elkaar? Of is het proces van moderne natievorming in Centraal-Azië geholpen door de Sovjet-Unie? Geen van tweeën. De onafhankelijkheid van het drievoudige khanaat van Kazachstan gaat terug tot in de 16e eeuw. Of nog veel verder terug. Door de Mongoolse inval waren de Kazachen en ook de Kirgizen en de Oezbeken het meeste van hun territorium kwijt. Zo zijn ze nomaden geworden. Ze rondzwervende stammen. Op een gegeven moment hebben eerst de Kazachen, later in de 19e eeuw de Kirgizen en de Oezbeken, één voor één gezanten naar Moskou gestuurd om ondersteuning te krijgen. Eerst tegen de Mongolen, later tegen de zich uitbreidende Chinezen. In Sint-Petersburg waren ze niet al te happig om die hulp
op grote schaal te geven. Het is pas in de 19e eeuw dat de tsaren hebben besloten om die gebieden in te lijven, meest op verzoek van de bevolking zelf. Dus, en de Sovjet-Unie, die hebben ze van het tsarenrijk geërfd. Wat de Russen hebben gedaan met elk bataljon, elk regiment van het Russische tsarenleger, kwamen er ingenieurs, ontdekkers, geografen, geologen mee om het land op grondstoffen te onderzoeken. De Russen, niet die Kazachen, die hebben de eerste olie in Kazachstan gevonden. En die hebben de eerste metalen en kolen in Oezbekistan en Kirgizië gevonden. Het is als onder wat de Sovjets hebben gedaan, is de plaatselijke bevolking door goed onderwijs, goede opleidingen, bij de productie en de exploitatie van die natuurlijke rijkdommen te betrekken. Dus de huidige rijkdommen van Kazachstan. Kazachstan is na Rusland en voor Azerbeidzjan de grootste producent van olie in de voormalige Sovjet-Unie. In Kazachstan weten ze het ook nog heel goed. En er is absoluut geen neiging om zich los te maken van het voormalige Sovjet-conglomeraat. Er is de Eurasian Economic, Eurasiatische Economische Gemeenschap, bestaande uit uit Wit-Rusland, Rusland, Armenië, Kazachstan en Kirgizië. Oezbekistan is kandidaatlid. En de enige reden dat Azerbeidzjan geen lid is, is omdat Armenië lid is. Er is de Shanghai Six groep. Dat zijn er geen zes meer. Maar dat, daar is, behalve de eerst genoemde landen, is daar ook China, India, Pakistan en tegenwoordig ook Egypte lid van. Het breidt zich allemaal uit. Die samen met de BRICS, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, die drie groeien naar elkaar toe. En wordt is bezig om een blok economisch politiek te worden, waarbij de hopeloos verdeelde Verenigde Staten, Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dwergen bij zijn. We krijgen voor het eerst een blok dat economisch gezien, in termen van bruto economisch product, groter is, meer gewicht heeft dan de Verenigde Staten en de Europese Unie samen. Dat is een aardverschuiving. Ja, ja. En ik kan maar één ding zeggen, maar dat is voor mijn loopje volgende vraag. Het is het Westen hun eigen schuld. Nog een laatste vraag ook in het blokje over de Centraal-Azië en de introductie daarover. Hoe wordt nog in deze landen, in Centraal-Azië, gekeken naar de periode dat ze onderdeel waren van de Sovjet-Unie? Wat hoort u daarvan? Ik herinner me een hele tijd geleden, in 1993, toen zat je misschien op de kleuterschool of lag je in de wieg. Ja, ongeveer. Dat ik voor het eerst, afgezien van een bezoek aan Moskou en Sint-Petersburg in de Sovjet-tijd, maar dat ik voor het eerst in Baku terecht kwam. Het enige hotel waar het uit te houden was, was het Intourist Hotel. En de enige plek waar je onbezorgd een drankje kon halen,
was de loungebar. Op de 13e verdieping zat de Russische ambassade. Dus je kon de ambassadeur en de consul en de eerste secretaris aan de boordtafel tegenkomen. Dat is tegenwoordig ook niet meer zo natuurlijk. Ja, ik wou net Maar zeggen, dat waren pas tijden. een van de vaste klanten was een majoor in het nieuw gebakken Azerbeidzjaanse leger. Die zei: Charles, in het Sovjetleger was ik sergeant. Maar Sovjetleger, als je daar diende, kon je trots op zijn. Dan was je iemand. Nu ben ik majoor in het Azerbeidzjaanse leger. Het Azerbeidzjaanse leger is een graf om te beginnen. En ik voel me helemaal geen majoor. Ik voelde me meer officier, 10 keer zoveel officier in het Rode Leger dan in dit leger. Dat gezegd hebbende. En heel veel mensen, nu van de oudere generatie, toen van de middengeneratie, die vonden en vinden nog steeds dat het in de Sovjet-tijd allemaal beter was. Kort na de Sovjet-tijd, in de jaren 90, zijn er veel mensen in die Sovjet-tijd. We kregen onze salaris op tijd. We konden in het weekend naar het strand gaan, we konden naar een restaurant gaan, we konden op vakantie gaan. Dat is er allemaal niet meer bij. De salaris is dan niks meer waard, het geld is niks meer waard. Er zijn geen betrouwbare winkels meer. De markt is één grote chaos geworden. Dat is langzamerhand met de nieuwe generatie een beetje bijgetrokken. De jongste generatie waar je toe behoort, die begrijpt dat je de klok niet kunt terugdraaien. De verloren generatie is de generatie die daartussen zit. Die is onder Gorbachev opgegroeid. En onder Gorbachev was de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie is niet van de ene dag op de andere opgehouden staan, maar is langzaam afgebroken. Onder Gorbachev geloofde niemand ergens meer in. Het was allemaal corrupt, het was allemaal verrot. En de schijn werd niet meer opgehouden. Dat is de verloren generatie. Die hebben niet de degelijke Sovjet-opvoeding gehad, die er onder Brezhnev tot en met Brezhnev was. Maar die hebben ook niet de kans kunnen grijpen die de allerjongste generatie heeft gekregen. En de misdaad, zowel de georganiseerde misdaad als de boefjesmisdaad op straat, is voor het overgrote deel daaraan te wijten. Dank u. Het volgende blokje is Centraal-Azië en de geopolitieke dimensie. U heeft het er net al eventjes al op aangestipt. Er wordt over Centraal-Azië in de gevestigde media met enige regelmaat gesproken over een new great game. In Centraal-Azië tussen de VS, Rusland en China. Dit doet denken aan de oude great game, het geopolitieke spel tussen Groot-Brittannië en Rusland in de 19e eeuw. U heeft er net eigenlijk al een opening gemaakt, of u deze observatie deelt van een soort nieuwe great game in Centraal-Azië. Kunt u daar nog wat verder over vertellen? In de late 19e eeuw schreef Lord Curzon, die was toen nog een parlements backbencher en nog niet de minister van Oorlog en de onderkoning van India die die later zou worden. Die heeft een reis gemaakt naar Samarkand, dwars door Centraal-Azië. Dat viel samen met de constructie van de spoorlijn van Krasnovodsk aan de Kaspische Zee naar Samarkand en vandaar richting Tashkent. De bouw van die spoorlijn was toen gevorderd tot ergens tussen Samarkand en Tashkent. Hij heeft een lijvig boek daarover geschreven. Met alle cijfers, handelscijfers,
omzet van de graanhandel, van de grondstoffenhandel, van het vervoer, alles netjes bij elkaar en hij had geen computer. De rode draad in dat boek is dat al die pritpraat over de great game tussen Rusland, dat op het punt zou staan om India binnen te vallen, en Groot-Brittannië, dat nodig Centraal-Azië moest bezetten om de Russische opmars tegen te gaan, dat dat parlementspraat was door een aantal stoffige heren in nette pakken die het gebied amper op de kaart konden vinden, laat staan enig inzicht hadden in de plaatselijke politiek. Zoals ik al zei, de vergelijking met alle praatjes over de Great Game in onze tijd en de 19e eeuwse Great Game is compleet uit de lucht gegrepen en is wishful thinking van het Westen, die wil proberen om de Centraal-Aziatische republieken naar zich toe te trekken. Dat is totaal onzin. Ze zijn welkom als toerist en ze zijn ook welkom als ze wat geld in het plaatselijke bedrijfsleven kunnen investeren. Als ze maar niet denken dat met die investeringen het Europees of Amerikaans eigendom wordt. De voertaal in de restaurants waar de middenklasse en de cafés waar de middenklasse en de betere klasse komen in Bishkek is Russisch, geen Kirgizisch. Een Kirgiz spreekt Kirgizisch als die zijn grootmoeder uit een bergdorpje te logeren heeft die geen Russisch spreekt. En eventjes voor een kopje thee of een likeurtje mee wil uitnemen. En zo zit het in elkaar. Oké. Je hebt ook een boek geschreven, de Cold War 2, in het Engels, 2015 uitgegeven. En daarin bent u dus kritisch over westerse berichtgeving. Wat ik uit dat boek opmaak, is dat er vaak bewust, vraagteken, ongegrond problemen aan Centraal-Aziatische landen worden toegeschreven. Wat dan weer gebruikt kan worden voor Amerikaans politiek-militair optreden in de regio. Iets waar u ook kritisch over bent. Wat zijn volgens u de belangrijkste reële problemen van verschillende Centraal-Aziatische landen versus de gecreëerde problemen vanuit de gevestigde media? Nou, de reële problemen zijn sociaal-economisch. De economische groei is in orde. De economische groei voor dit jaar, volgens het Internationaal Monetaire Fonds, niet volgens de regering, voor Rusland is 2,2%. Dat is tweemaal zoveel als Amerika en driemaal zoveel als Europa. Amerika en Europa staan op de rand van een recessie. Dat zijn de problemen, want het volume van het bruto nationaal product is nog steeds in vergelijking tot het bevolkingsaantal veel te gering. De industrie, het bedrijf is te weinig ontwikkeld en te veel van buitenlandse investeringen afhankelijk om zich te kunnen optrekken tot het niveau van een ontwikkeld geïndustrialiseerd land. Daar komt het op neer. De rest zijn verzinsels. Niemand voelt zich onderdrukt door de Russen. Er zijn Russische militaire bases in Kirgizië. De Russische officieren die doen de horeca een goede dienst en voor de rest heeft niemand er last van. Het Westen denkt een soort neocoloniale politiek
ten aanzien van Centraal-Azië erop na te kunnen houden. En ze laten door miscitaten, door allerlei verzinsels het erop lijken dat de Centraal-Aziaten daarom zitten te springen. Niets is minder waar. Op dezelfde manier denken ze nu door die sancties Rusland economisch op zijn knieën te kunnen krijgen. Het gaat beter met Rusland dan ooit. En het blijkt dat Rusland die westerse investeringen helemaal niet nodig heeft. Er is geld genoeg. En waar er een tekort is, zijn de Chinezen er al lang ingesprongen. En de Indiërs en de Brazilianen, die zijn de volgende om erin te springen. En niemand zit meer op westerse investeringen te wachten. Het is niet meer zo als in Azerbeidzjan, dat zonder de grote, of Kazachstan in de beginjaren, dat zonder de Shell, Exxon, Chevron, die projecten gaan wel door. Ik ben niet degene die dat verzint. Er zijn talrijke westerse auteurs en westerse documentalisten die die dat kunnen beamen. Het is nog veel erger. Het westerse bedrijfsleven voelt door die sancties waanzinnig gedupeerd. Het heeft westerse bedrijven miljarden gekost. Vraag het aan Heineken om zich uit Rusland terug te trekken. Ze hebben iets van hun geld kunnen redden. Overigens is 90% van de westerse bedrijven onder dezelfde naam nog steeds actief in de Russische Federatie. Dus het effect van die sancties is 10%. De bedrijven die weg zijn, IKEA, Heineken, nog een paar, die hebben veel geld verloren. Veel daarvan gaan onder een andere naam gewoon verder. En bovendien die sancties, ze stapelen zich op. De lijst loopt in de vele honderden. En de lijsten zijn verschillend. In Amerika, in Groot-Brittannië, in de Europese Unie, in Japan. Het zijn verschillende bedrijven. De personen die van, het is één grote jamboe waar niemand wijs uit kan. Zelfs degenen die zich aan de sancties willen houden, die kunnen er geen wijs uit. We hadden het net over Centraal-Azië en hoe dat zich nu ontwikkelt met meerdere landen. En ook, ik vond het interessant wat je zei, dat de Centraal-Aziatische volkeren zich niet onderdrukt voelen door de Russen. Was dat anders in de tijd van de Sovjet-Unie? Ervaarden ze dat ook anders toen? Of was dat het vergelijkbaar met nu? In de Sovjet-Unie kregen ze al het geld wat ze nodig hadden uit de staatskas, uit de centrale staatskas in Moskou. Ze hoefden geen balans op te maken. Ze hoefden zich geen zorgen te maken of hun budget wel draaide. Alleen als ze overspendeerden, als ze hun budget te buiten gingen, dan moesten ze verantwoording afleggen aan de staat. Dan moest de plaatselijke partijraad verantwoording afleggen aan Moskou. De fabrieksdirecteuren, de staatsboerderijdirecteuren, die hadden daar geen last van, die merkten er nooit wat van. Nu is elke fabriek voor zijn eigen inkomsten verantwoordelijk. En hoeft maar dat te gebeuren en het gaat fout. De staat kan niet meer ingrijpen, is niet meer de reddende engel voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven staat op zichzelf. Ze moeten gewoon allemaal management leren. En zeker de oudere generatie, die heeft daar nogal wat moeite mee. Ja, dat, ja. Bovendien heeft Nederland last van dezelfde gewoonte die ze op de Veluwe hebben. Als je een onderneming hebt, dan ben je bijna moreel verplicht om je halve familie in dienst te nemen. Of ze er nou geschikt voor zijn of niet. Een normale sollicitatieprocedure is onbekend. Toen ik een branche opende in
Almaty van mijn krant Caspian Business News in Baku. Mijn aandeel daarin hebben we klaar verkocht. Was de makelaar die mij aan de kantoorruimte hielp, een Rusin, maar gevestigd in Almaty. Ik zeg: Charles, je moet ook personeel in dienst nemen, neem ik aan. Neem geen Kazach in dienst, want voor je het weet heb je de halve familie over de vloer en die zijn niet weg te branden. Dank je. Nu een vraag nog over de buitenlandse politiek. Over van de, eigenlijk de vier belangrijkste spelers in Centraal-Azië. Hoe zou u de rol omschrijven van de buitenlandse politiek 1 van de Verenigde Staten ten aanzien van Centraal-Azië, 2 van Rusland, 3 van China en 4 van de Europese Unie? Nou, het verschil is dat vraagt eerst de beste Kamerlid waar Tajikistan ligt. En hij zal moeilijk kijken. De Europese Unie heeft geen politiek ten aanzien van dit gebied. Ja, er zitten een paar strebers in de Europese Commissie. Maar die Europese Commissie, als ik het nieuws goed mag volgen, die is bezig stukje bij een beetje zijn laatste beetje prestige kwijt te raken. Dat begon met Nelly Smit-Kroes. En dat eindigt met die mevrouw van der Leyen, von der Leyen, die toen ze bondsminister van Defensie was, zich rijk heeft gekwebbeld aan kickbacks en vriendjespolitiek. Dat kun je nakijken in Wikipedia, daar staat het hele verhaal in geuren en kleuren vermeld. En Wikipedia is heel voorzichtig met wat ze posten. Hetzelfde geldt voor Groot-Brittannië. En de Amerikanen, die denken dat Turkmenistan een provincie van Turkije is, volgens mij. En de enige die een bewuste politiek hebben van Centraal-Azië zijn China en Rusland. China heeft de grondstoffen nodig. Uit het gebied. China zit volop in de olieontwikkeling in Kazachstan. Ze zijn de grootste na de Shell en Chevron. In Kyrgyzstan zitten ze volop en in Tajikistan zitten ze volop in de mijnbouw. Ze zitten in de landbouw. De Chinese ondernemingen zitten genoeg. De Chinezen hebben te veel geld en te weinig grondstoffen. En te veel mensen. De Russen weten op dit moment, nadat ze de Amerikaanse kapitaalmarkt zijn kwijtgeraakt, ook niet goed waar ze met hun geld naartoe moeten. En dit is de meest voor de hand liggende plek. Hier hebben ze geld hard nodig. Ze spreken de Russische taal. Er zijn zacht arbeidskrachten beschikbaar. En de Russen voelen zich als een vis in het water. En er is geen vijandigheid tegenover de Russen hier. Nou, daar heb je ongeveer het antwoord op je vraag. De antwoorden zijn veel simpeler dan de vragen. Opvolgend op deze vraag, hoe kijkt de lokale bevolking van deze verschillende Centraal-Aziatische landen naar de relaties met deze vier spelers? Is er een sterke voorkeur, afkeur of neutraliteit waarneembaar ten opzichte van deze vier vanuit de lokale bevolking in Centraal-Azië? Nou, het Westen is goed genoeg om de toerist aan te uithangen hier zo. En dat doen ze ook. Er komen mensen bergen beklimmen. Er komen amateur-archeologen hier naartoe. De Russen. De Russen en de Chinezen, zoals ik al zei,
Ze zijn welkom omdat ze investeringen en koopkracht met zich meebrengen. De onroerend goedprijzen sinds de Russen hier zijn minder gestroomd, zijn bijna verdubbeld in Bishkek. Ik merk het zelf ook in mijn portemonnee trouwens. Er is geen vijandigheid tegenover het Westen. De mentaliteit hier en in Kazachstan en in de andere Centraal-Aziaten. Jongens, waar maken jullie in hemels maar een ruzie onder? Leg het eventjes bij en dan kunnen we tot zaken komen. Volgende vraag. Is er een impact waarneembaar van het Oekraïne-conflict in Centraal-Azië? Hoe reageren de mensen daarop? Zoals ik al zei, hetzelfde als een meerderheid in de Verenigde Staten en in Europa. De houding is, ze vechten het maar uit. May the best man win. En wie de best man is, wordt zo langzamerhand wel duidelijk. Want die Dinky Toys, die meneer Zelensky heeft ontvangen, die worden één voor één stuk geschoten. En hij heeft niemand meer over. Het publiek in Amerika en Europa denkt, waar zijn we aan begonnen? Er moet gewoon een einde komen. Hoe dan ook. En meneer Poetin, die heeft gewoon heel geduldig op dit moment zitten te wachten. In Centraal-Azië is de mentaliteit precies hetzelfde. Waar maken ze zich druk over? Wij hebben toch ook geen ruzie met de Russen? Nou, laat ze het maar bijleggen. En zolang ze het niet bijleggen, dan zoeken ze het maar uit. In uw boek stelt u ook de vraag, na uw analyse over de rol van Rusland in Centraal-Azië, waarom dit land het doelwit is van zoveel overweldigende negatieve media-aandacht. Wat zou uw antwoord zijn op deze vraag? Waarom Rusland? Eerst waren het is trouwens niet alleen in Rusland. Over China wordt ook een heleboel lelijks geschreven. Ja, dat klopt. Eerst waren het de communisten, de Chinezen en de Russen. Er zijn geen communisten meer. Ja, Noord-Korea. Maar dat stelt niet zoveel voor. Toen waren het de Palestijnen en de Arabieren. Was ook een beetje overleefd. Ja, waar moeten ze een andere boeman zoeken? Ja. Dan gaan we nu over naar het laatste blokje van het interview, de algemene beschouwingen over de regio. Op basis van uw bevindingen in deze regio, welke landen zijn het meest en het minst geslaagd in het ontwikkelen van zichzelf en wat is daarvoor uw verklaring? De leidende economie in de regio is Kazachstan. En de reden daarvoor is in één woord samen te vatten: olie. Daar krijgen ze 1 miljard euro per dag binnen gemiddeld. En dat houdt de infrastructuur op peil, dat houdt de belasting betaalbaar. Proberen zich ervan los te maken. Maar de eerste 10, 15 jaar kan er geen sprake van zijn. Daarna komt Oezbekistan. Dat is lang achtergebleven geweest. Maar dat is zich zeer snel aan het ontwikkelen. En dat heeft een verder stadium van gediversifieerde economie. Olie, gas, mineralen, industrie bereikt dan Kazachstan. Je moet je niet over verbazen als die Kazachstan op een gegeven moment voorbij streven. Turkmenistan
is in de Sovjet-tijd blijven steken. Alles is gecontroleerd door de staat. En de gezondheidszorg, het onderwijs is gratis, de huren zijn symbolisch. Het goed is allemaal staatseigendom. De bedrijven zijn staatsbedrijven. Dus met Turkmenistan doe je zaken zoals je het destijds in de Sovjet-tijd met de Russen deed. Tajikistan is zeg maar het Paraguay van Centraal-Azië. Alles wat je daar ziet is achtergebleven. Het komt niet van de grond. De economische groei is het hoogste in de hele regio. Alleen zoveel procent van bijna niks is nog steeds zoveel procent bijna niks. Dus de meest nijpende sociaal-economische problemen zijn in Tajikistan. En natuurlijk, kunt u nog wat zeggen over het eigen land, van uw eigen land waar u nu woont, Kyrgyzstan? Hoe staat Ja, Kyrgyzstan ervoor? het midden- en kleinbedrijf bloeit hier. Het bedrijf is. Het probleem is dat de rol van de staat heel erg teruggedrongen is. Er zijn meer individuen en bedrijven die geen belasting betalen dan individuen en bedrijven die wel belasting betalen. Notarissen en advocaten doen hele goede zaken. Die kunnen een heel arsenaal aan loopholes bieden. Kirgizen zijn vrijdenkers altijd geweest. En daarom zeg ik, want het nationalisme van Kirgizstan was niet tegen de Russen in de 19e eeuw, was niet tegen de Russen gericht, maar tegen het granaat van Kokand. En dat waren de Oezbeken. Dat waren degenen die het voor het zeggen hadden. En de Russen, die zijn te hulp geroepen om hun van die Oezbeken te verlossen. Dus ik denk dat Kirgizstan met hun liberale, het is het meest liberale land van de regio, als ze die liberale politiek volhouden, dat de Kirgizen zichzelf wel redden. Het probleem is Tajikistan. Dan heb ik nog twee vragen voor u, voordat we het interview tot een einde komen. Mijn eerste vraag is nog, we hebben het gehad over de rol van de media en natuurlijk ook indirect de rol van deskundigen vanuit de universiteiten die schrijven over Centraal-Azië. Ik denk dat erg belangrijk is natuurlijk voor goede nieuwsvoorziening, is dat het vrij is van censuur. En een soort paradox, een vraag waar ik mee worstel is, waarom is het juist de media en in een zekere mate ook wel de wetenschap die vaak meedoen aan deze censuur, terwijl dat juist de plekken zouden zijn die het meest gebaat zijn bij vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting hebben journalisten en wetenschappers nodig voor waarheidsvinding, net zoals een timmerman eigenlijk niet zonder een goede hamer kan. En vandaar dus een beetje de vraag waar ik mee worstel, mijn paradox. Hoe kan het dat juist de media en in het verlengde daarvan wel de wetenschap juist meedoet aan censuur over berichtgeving, over Rusland bijvoorbeeld? Wat is daar voor uw verklaring? Heeft u daarvoor een verklaring? En zo ja, welke is dat? Als een timmerman een hamer gebruikt om voortdurend op zijn vingers te slaan, dan heeft hij niks aan die hamer. Wat de journalisten schrijven en vertellen over Centraal-Azië, maar ook over Rusland en ook over China, is vaak 10 keer zo erg als wat je politici hoort beweren over het gebied. En er is een nieuwe generatie journalisten. In mijn tijd was het omgekeerd. Toen kon een artikel in Ver Nederland nog een kabinet laten struikelen. Nu is er geen politicus meer die bang voor de media is, want ze overdrijven de hele toestand nog 10 keer zo hard als ze zelf doen. Hoe dat precies komt, of het de journalistenopleiding is,
Of gewoon luiheid, lamlendigheid. Dat laat ik in het midden. Ik sta te ver weg van de huidige journalistiek. Om daar een antwoord op te kunnen geven. Maar je kunt zelf in de media kun je honderden artikelen vinden waarvan je zelf kunt concluderen dat ze niet met de feiten kloppen. Congresgangers, conferentiegangers, het hangt er vanaf, er zijn uitzonderingen. Die kun je in mijn boek Bij de Vlek vinden. Maar er zijn er ook zat die bij clichés blijven steken. Ik denk dat het een taak is van de onderzoekswetenschap om daar doorheen te prikken. En middels wetenschappelijk onderbouwde, met alle cijfers en feiten precies op een rijtje en geen verzinsels erbij, om daar een beetje helderheid in te geven. Mijn laatste vraag. Is er nog iets in dit interview wat niet behandeld is, waarvan u denkt dat belangrijk is om te weten, of wat u nog zou willen toevoegen aan het interview? Als we daarover beginnen, dan zitten we hier morgenochtend nog. Stel dat maar uit tot een volgende gelegenheid. Oké. Prima. Nou, Charles, dan wil ik je van hartelijk danken voor je deelname aan dit interview. En natuurlijk ook de kijkers van dit interview. En we zien u graag een volgende keer weer terug. Dank u wel.